Waarschuwing. Gokken is slecht en zonde van je geld. Laat het gokken daarom over aan professionals zoals Rick van Serpent Gameplay, die in totaal op stream al zo'n 500 euro is verloren. Zal ik maar die Unibetje klappen dan? Wat is onze strategie vandaag, chat? Voor mij willen mensen crazy time. Ik ben meer een deal or no deal kind of guy. Fuck it, ik ga gewoon crazy time tot dit geld op is. En als het niet lukt, dan ga ik stort het nog wel bij. We gaan big of we gaan niet. Nee. Oh. No. Kom op, cashhuntje, cashhuntje. Like nou. What is true? Yes. What kijk, is nou, true, nou komt het grote geld. Nu komt het grote geld. Ik heb 50 cent erop staan. This amazing bonus round. Bye, guys. Als we 100x pakken, dan gaat hij hebben 50 euro. Maar dat is het ideale situatie. Waarschijnlijk pakken we gewoon een 7x en wordt het gewoon weer sneu. 100x. Let's hide all of them. Let nou op. Nee, je moet juist maar wat doen. Ze proberen je te verleiden. So none of us know where je moet gewoon echt maar wat doen. Welk figuurtje, chat? Welk figuurtje? Ster? Toch die. Dat was mijn eerste ingeving. Eerste ingeving. I will choose. Please. 10x. Triest. Oprecht triest. Kom op, pachinkootje. Nou. Oh wow, guys. It's time to visit another bonus. Jongens, er is een kans dat ik mijn geld terugkrijg. We hebben 20x nodig. Als we mijn geld terug willen, hebben we 20x nodig. Dat wordt wel pittig. 5, 7, 10, 20, 25, 35 en also 40. Ik vind hem matig. Ah, ik kan in 40 vallen. Dat zou erg leuk zijn. Maar dat gaat hij toch niet doen. Alhoewel. Nee. Even in 20. We can get those 20. Come on! That's pretty well, good. From those, that is the highest we got, and we did a great job. 1,400. We staan precies weer op 25 euro. Congratulations. Wat wel lieve. We hebben een lol gehad bij Crazy Time. We zijn geen geld verloren. Voor Crazy Time standaard is dat echt crazy. Crazy Time is namelijk letterlijk een scam. Als je gaat kijken in het woordenboek bij scam, en er zouden plaatjes bij staan. Oh wow, 25x on a pachinko. From the top slot. Als het nu pachinko wordt, echt. Ik eindig mezelf gewoon. We will have a number. And the wheel will stop at number one. Nope. Crazy time. And please. Nee, dat... Oh, you ready, guys? Holy shit. Brrr. I bet you are. Let's go. Another pachinko. We worden rijk. So often we are here again. Let's start with 3x. Kom op, double hem. 15x, 20x, 50x, 100x. Die zit wel een beetje aan de zijkant, dus daar komt hij toch nooit. Wanneer komt die pachinko ooit daar? Oh, het begint wel daar. Nou. Ik zie kansen. Please, gooi hem in die 100. Alsjeblieft. Nee! Ja! Nee! Ja! Well, ladies and gentlemen, what we got is this peanut. Congratulations. Ik had bijna 50 euro. De chat zit al te zeiken dat ik gewoon deal moet doen. Ik ga alle door tot het einde en dan word ik al, ja, meestal genaaid. Dan blijf je over met je 10 euro cent, weet je wel. Het is gewoon een risico dat je neemt. Zijn er nog 5 koppertjes en eentje 10 euro? Denk ik, ah joh, ik heb gewoon die 10 euro. Ik snap er geen moer van. Nou, het begin is een beetje ingewikkeld, maar ik denk dat je wel deal or no deal kent, toch? Ze zijn allemaal, zo meteen gaan ze koppertjes openmaken. Die bedragen zitten niet in mijn koffertje. Uiteindelijk gaat het erom welk bedrag zit er in mijn koffertje. En de bank gaat proberen ervoor te zorgen dat ik mijn koffertje niet hou. Of juist wel. 15, pijnlijk. 1, oké, 5. Dit is prima. Prima ronde. Nu krijgen we dus een bot van de bank. 5,64 euro. Oké, dat is goed. We kunnen nu winst maken. We kunnen gewoon dikke euro winst maken als we hem dealen. Maar kom op, gast. Er zit een koffertje van 30 euro in de game. Ik ga meestal wel door, zolang er gewoon op bedragen, 2 bedragen boven de 10 euro zitten, ga ik gewoon door. 7, 8. 6, 8, 7. Ai. Alright. Oh, 11 is eruit. 13, fuck. Oké, okay, we hebben nog 20 en 10. No deal. Please, geen. Alright. Geen 4. 2, 4, 3 en 9. Hier, we hebben nog 20 right. En nog 10 staan. 5 koppertjes. Oh, it's guys. Zullen we hem ploppen? Dit is wel een goede deal. Bam. Ja, dat is een prima deal. We hebben een goede ronde gespeeld. Nee, ik ga voor 4 hoor. Meteen gekwalified ook. Dat is nice. 40 euro in 4.
Dat hoogste bedrag wordt gerandomized. Dat kan 30, 40 of 50 zijn, geloof ik. We hebben €40 in koppertje 4. Voor €1,80 inzet is het gewoon al pure winst. Pomp 4 naar 100 en je voelt hem. 13, 11, 7, ja, dat is zonde als 4 eruit gaat. Ik spreid liever een klein beetje mijn kans. Ik zou 12 boosten. Fuck it, ik volg gewoon jouw matig advies, toch? We got 14, 15, 16. Even een eurootje 6, in 12, oké? Okay. Kom op, even die 50. 1, kom op, die 50. 4. Tientje. So we got kom op. Even nog een eurootje in 12 dan. 62 euro 40 in koffertje 12. Blue round. Nice. Let's go. 14-15. See if we got the game. Rock and roll. Sowieso deal doen bij een bot, ja toch? Ik heb een bet van 380 en ik heb twee koffertjes boven de 40 euro erin. 15. Nou, dit wordt echt een topronde. Ik heb nog nooit zo'n hoog koffertje gehad als 62 euro 40. It is water. Alright. Please, hou 12 er gewoon in. See if we got the wheels. See if cracking lacking. Please, 12. Again. Please, 12. Deal or four stars. 4 en 12. Alright, we've got 8, 14. Oké, nice. Like dit moet gewoon een goed bot worden, instant. Gewoon tientje. Oh! We got 1, 3 to 7, 9 to 13. Dit is echt stikke stonks als ik hem pak. See if we got bills there. Deal? Nee. Rock and roll, guys. No deal. Bro, we gaan voor die 40 euro. Kom op. Geen 12, geen 4. Geen 12, geen 4. 4. Dit is jammer. We got 1, 4, 7 and 16. 16, oké. Okay, we hebben de 12 nog. We've got 3, 5, ons offer is wel omhoog gegaan. 13. And of course, veel in. 15. So, bro, er is ook nog 5 euro in. Besef, hè. Dat is ook winst. And let's carry on. See we got. Dan omlaag gegaan. Nooit dealen als je omlaag bent gegaan. Dat is zwak. Op geen 12. Geen 12. Geen 12. Geen 12. 13, 10, 11, and the 5, I know I am. Alright, we got nog 5 koffertjes. 6, 15, 12, en nu wil ik hem wel dealen. So, bank is off. Of. Most of them, tap dance. Ready? Nee, ik risk hem niet. €13,74 is goed. Alright, jongens, ik was begonnen met 25 euro. We staan op €43,54 nu, hè? Dit gebeurt niet vaak voor de duidelijkheid. Ik verlies altijd met gokken. Damn! Maar ik ben daadwerkelijk aan het gokken vandaag. Nee! Cancel all my appointments. Because I just don't want to work today. Yep. Alright. Bye. Je gaat me niet zeggen dat ik koffertje 12 had. No fucking way. Let's find out. Nee. 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 Get away from me, because I've got the 12. If you're going for a 6-1 with Ilza, though, ooh, you were smart cookie. Oh, damn. If there was a cookie and it was smart, it'd be you. All right, let's take this case and shut him. Fuck! Ik ga altijd door. En ik stop een keer voor de chat, want ik denk, jullie gaan hem haten als ik die €13 kwijtraak. En dan gebeurt dit. Altijd uitspelen. Wat is de hoogste bet? 12 in there. We kunnen een €5 spin bet doen. Dan kun je €250 winnen. Let's fucking go. Oké. €50 in koffertje 2 geklapt. Let's go. Hij kan nog hoger zelfs. Holy shit. Je kan maximaal 25 inzetten. Dan is het maximale, wat staat erop? Ik kan het niet lezen. Ik kan er gewoon €25 in stoppen. Al het geld opmaken nu. Hey, ik ga het niet doen. Ik laat me nu nog niet verleiden. Big wins. Deal or no deal time. Please, koffertje 2 en 16. Het enige wat ik heb. Alright, we've got 3, 8 en de 5. See, Ilza, it's a learning experience. Ik verwacht een goed bot eigenlijk wel. 9 to 16. Dit lijkt op winst, maar we zijn eerst 1,80 verloren bij het qualifiers. Als we nu deal doen, zijn we eigenlijk geld kwijt. No deal, my man. Oh, no, 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 no. Ik trap er niet in. Die slinkse streken. Geen 2. 9, dat is geen 2. 13 is geen 2. 15 is geen 2. Dat is een 2! Kan niet dit. Nu moeten we door. Dit moet koffertje 16 zijn. Nu rij ik hem ook gewoon uit. Fuck it, hoor. Nee. Het is gewoon koffertje 16, of het boeit me niks meer. Haal hem er maar in, haal hem er maar in. 14, dit is zuur. Bro, er zit nog €2 in, het kan nog. Kom op, geen 10. Geen 10, geen 10. Gun me die €2. Oké. Het gaat nu tussen 14 cent en 40 cent. Bam, 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 bam! Let's go! Deal, of course, you can switch, but in front of me, get a big lekker voor je gretige hond. Oh, goed gedeeld! Goed gedeeld! Kijk, €35 daar.
Voor persoonlijke redenen. Gooi 2 euro in 8 in één keer gewoon. Boom, kom maar. Even 50 cent op 6 of zo. Ik heb mijn bets op 2 of 8 natuurlijk. Hallo, everybody. Hallo, Laura. 3, 11 en 14. Prima. Wat is het bod van de bank? We'll move on. Nou, daar pakken we geen winst op. Je moet dus nog bij die 35, moet je nog 1,80 optellen. Make a decision. No deal, amigo. Geen 2. 8, 10, 2, 9. Is hij any good? Al als ik dat zeg, dan floept hij eruit. Je moet het soort dingen ook gewoon niet zeggen. Ik denk dat dat heel effectief is. Oh, en 8 is er ook uit. Ik was er niet eens mee bezig. Ik was zo aan het focussen op dat het niet 2 werd. Dat niet eens door had dat die andere koffer met 20 euro ook wegging. Fuck! Dames en heren, het is het mooiste moment van het jaar. Het is weer tijd voor bingo. Ik ben die oma, die koopt gewoon meteen. Nou, weet je wat, we gaan gewoon meteen hardcore. Ik doe 20 cent per kaartje, 10 kaartjes. Ik voel deze eerste bingo ronde gewoon meteen. Let's bingo, zou ik zeggen. Voor de mensen die dus niet weten hoe Megaball werkt, je hebt een heleboel bingo kaarten tegelijk. Duidelijk, want die heb ik gekocht. Als je een rijtje hebt, krijg je dus 20 cent. 2 rijtjes een euro, 3 een tientje. 6 plus lijntjes 2000. Maar op het einde komt de allerlaatste bal. De megabal. En als je daarmee bingo hebt, dan verdubbelt die met het getal van de megabal. En dat kan soms echt gewoon keer 100 gaan. En dan in één keer, als je 20 cent wint, maar in die bingo zit een megabal, win je 20 euro. Dat is een beetje hoe megabal werkt. Over het algemeen verlies je heel veel geld met megabal. Maar we hebben al een aantal kaartjes vol. Dat is netjes. Eerste ronde, 20 cent, 40 cent gewonnen. Pure win. Huh? Kijk. Maar dan hebben we 23 achteraan. 2 rijen. 50 cent. Oké. Als de megabal valt op 23 of 2, winnen we 40 cent. Keer 15 is 6 euro. Oh, 47. Ik kan niet tellen. Oh, dat is niet heel veel. Ik heb 75 bingo kaarten. Van 10 cent per stuk. Haven't seen that for a long time, Frederick. Okay. Ik vind het wel heel satisfying om te zien, al die bloepjes en dingetjes. Je kan ook gewoon rustig aan doen met je geld. Gewoon iedere ronde met 1 kaartje van 10 cent. Je kan ook gewoon zeggen, weet je wat, deze ronde gaat die multiplier sowieso keer 100. Als je 100 kaarten hebt, heb je sowieso wel ergens bingo. Denk ik, hoop ik. Check in één keer hoeveel winning numbers ik heb. Ik heb er nog nooit 75 kaarten in één keer gekocht, moet ik zeggen. Er komt wel iets van geld uit. Ik heb al 10 cent. Oh, 80 cent. Wauw. Ik heb echt maar 3 winnende getallen. Dat is echt bizar weinig. Hoe heb ik maar 3 winnende getallen? 51, kom op. Oh! Het is een teken. Het is een teken dat we 200-300 kaarten moeten kopen. We hadden 20 cent winst. Een teken van de heer. Nou, hé. Het is in ieder geval iets. 64. We verliezen langzaam geld op al dit gebingo, maar het is wel grappig, dus we gaan lekker door. Kom op, 100x. 12x. Oké, maar dat is wel maal 1,40. Dat gaat wel aantikken. 12. The 13 is zo kut. Maar 6 is inderdaad de slechtste kaart in het spel, dus er zijn nog kansen. 12. 10. Fuck! Oké. Ik kan niet weer verliezen. It is impossible. In principe is de kans dat ik verlies net iets meer dan 50%. Maar ik kan niet nog een keer verliezen. Het kan gewoon niet. Hij wrijft er even overheen voor geluk. Als je me nu nog een keer 13 geeft. Echt. Ik kom erachter waar je woont en ik poep in je bed. Ik zweer jou, neef. Als je me een 10 geeft nu, hè. Kap ik er ook gewoon mee. Mijn geld is ook op, dus natuurlijk kap ik er mee. Oeh, een aas. Interesting. 13 op een 4, wat moet je dan doen? Stan. 4 is een hele slechte kaart. Kom op, 10. Jezus Christus. Er is maar één optie. Mijn laatste geld. Hierna heb ik nog 56 cent over. We zijn all in. Bij deze heks.
Kom op. Oef. Hey, dit is kut. Dit is kut. Dit is helemaal kut. Dit gaat niet worden, of wel? Please, bust. Hoe ga je ooit busten op 10? Ik weet het niet, maar please, verzin een manier. Verzin een manier om te busten met die fucking 10. Pak even een 6 en een 10 of zo in die volgorde, alsjeblieft. We cannot afford to lose. Ja. Je mag ook een 7 pakken. Lager dan een 7 zou gunstig zijn. Nope. So, congratulations winning for Warsaw. And good luck.